zijn hier in Bergen op Zoom bij een bedrijfspand. En wij zijn hier bezig met een renovatieproject. De belangrijkste risico's als ik kijk naar het sloopwerk waar we hier bijvoorbeeld zijn, is absoluut kwartstof. Asbest mocht dat van toepassing zijn, maar daarnaast heb je ook te maken met trillingen, geluid, fysieke belasting. Mensen in die bij ons in het slooptak werken, dat is een grote groep bij die redelijk weinig vooropleiding heeft. Dus we proberen heel veel daarin te doen. We proberen mensen goed voor te lichten. Mensen zijn gelukkig wel heel ervaren. Dus ook door die ervaringen hebben zij heel veel vakkennis. En het op peil houden van die vakkennis is voor ons het allerbelangrijkste aspect binnen het hele kwaliteits- en veiligheidsaspect. We hebben een jaar of drie geleden alle mensen die nog geen mbo-diploma hadden aangeboden om dat mbo-diploma te gaan halen. En iedereen die daarvoor in aanmerking kwam, die heeft dat gedaan. En die hebben dat allemaal met succes doorlopen. En daar zijn we als bedrijf ontzettend trots op. En met vakmensen die hun vakkennis op peil houden, heb je een hele grote garantie voor veilig werken. We werken met de bedrijfsarts samen op het moment dat we zelf niet weten hoe dat we een bepaald probleem moeten beheersen, hoe een bepaald gevaar voor de gezondheid moeten beheersen. Stel bijvoorbeeld iemand moet veel fysieke inspanning doen, die we niet kunnen voorkomen met een hulpmiddel. Dan gaan we de bedrijfsarts benaderen en dan gaan we kijken van nou, hoe kunnen we dit doen? Wat is nou een aanvaardbare fysieke belasting? Een bedrijfsarts is belangrijk voor een MKB-ondernemer, omdat een bedrijfsarts op verschillende vlakken wat voor ze kan betekenen. En dat zit zowel in de preventie, gezond en veilig werken, maar natuurlijk ook op de kant van het verzuim. Ik vind het belangrijk dat bijvoorbeeld ook een bedrijfsarts kan samenwerken met MKB-bedrijven om mensen met een chronische ziekte bijvoorbeeld veilig en gezond te kunnen laten werken. De samenwerking met de bedrijfsarts is heel erg belangrijk, omdat wij onze mensen gezond willen houden. En een arts natuurlijk vanuit zijn opleiding en zijn of haar kennis en ervaring ons daar perfect over kan informeren. Groen investeert hier dus in opleidingen, training en ook in, heel concreet dus in het lezen en schrijfvaardigheden van hun mensen. Nou, dat vind ik echt heel erg fantastisch. Toen ik dat hoorde dacht ik echt wauw, dit is echt heel mooi. Want als jij mensen goed leert lezen en schrijven, worden ze per definitie gezonder. En kunnen ze veilig werken, want dan snappen ze tenminste wat er in de instructie staat. En ik denk dat dat het allereerste begin is wat je als bedrijf kan aanbieden om mensen gezond en veilig te kunnen laten werken. Een tip aan andere ondernemers is zeker dat je moet blijven investeren in het opleiden en trainen van je mensen. Die mensen krijgen een heel stuk extra zelfwaarde door, hebben meer waardering voor hun eigen vak waar ze eigenlijk mee bezig zijn en voelen zich daarin ook gesterkt. En dat krijg je dubbel en dwars als bedrijf terug, absoluut. Ja, en je ontdekt kwaliteiten in mensen die je misschien niet voor mogelijk had gehouden. En dan is het natuurlijk prachtig, dan snijdt het mes aan alle kanten.